werk aan de winkel voor fysiotherapeuten. Doordat veel mensen verplicht moeten thuiswerken, regent het lichamelijke klachten. Ja, heel veel mensen werken thuis en hebben daar niet de goede omstandigheden om correct achter hun bureau, achter hun laptop te zitten. Mensen hebben heel veel lage rugklachten, schouderklachten, nekklachten. Dus dat is aan ons om dat voor mensen op te lossen. En dat kan bijvoorbeeld door middel van een online sessie om te werken aan een betere lichaamshouding. Vertel, wat kan ik voor je doen? Ja, ik zit veel thuis nu, dus ik zit vaak op de bank. Alleen ik heb een salontafel die wat lager is. Ja. Dus daar zit ik wat voorover gebogen en daardoor krijg ik wat last van mijn onderrug. Ja, begin altijd met de voeten, want heel veel mensen gaan toch een beetje scheef zitten in een stoel. Dus ik zeg, als je voeten recht op de grond staan beide, begin je al met een actieve zithouding. Dus laat je voeten nooit lospungelen. Daarnaast ga op twee billen zitten, dus ook niet scheef. Want dan ga je compenseren om recht naar je scherm te kijken. De manier waarop je nu zit is vrij laag, maar je laptop staat heel erg laag op een tafel. Als je scherm veel te hoog staat, zal je nek ook die houding aannemen. Staat hij te laag, zien we vaak dat mensen naar voren gaan reiken. En dit geeft ook weer klachten. Dus kijk maar eens of je scherm dan omhoog kan krijgen. Ja, super. Ja, activeer jezelf. En daarvoor heb je natuurlijk wel spierkracht nodig. Dus daarom zeggen we ook tegen mensen, verander je leefstijl, ga sporten, ga wandelen. Want door activeren ben je in staat een actieve houding aan te nemen. Ja, maar dan moet wel getraind worden.